Hoi, boogschutter. Welkom bij je reading voor februari 2023. Ik hoop dat januari een fijne maand voor je was. Misschien heb je enkele van je voornemens waar kunnen maken. Goede voornemens als je die had. En misschien ben je als sommigen nog bezig. Of misschien heb jij, omdat je een boogschutter bent, alweer nieuwe ontwikkeld. You never know. In ieder geval, ik ga een reading voor je doen. Voor februari, het is een elementen reading. Dus ik ga kijken wat er in welk element in je leven speelt of voor kan komen. Neem mee wat op jou van toepassing is, de rest mag je achterwege laten. De eerste kaart is van de Spellcasting Oracle Deck en je hebt talent. Als er een sterrenbeeld is die afgaat op talent, op wat die kan en op wat hem motiveert, dan is het boogschutter. Ga ik even heel eerlijk zeggen. Ik bedoel, je hebt er ook anderen bij, maar jullie zijn daar echt heel erg sterk in. Weten van jezelf wat je kan, welke richting je wil kiezen, wat je wil leren, wat je wil gaan ontdekken. Daar zijn jullie echt een kei in. Dus talent. Misschien ga je wel een nieuw talent van jezelf ontdekken. Wat hebben we? De acht van lucht. Dat is een kaart van bevrijding. Oké. Misschien laat je je talenten wel vrij. De vrije loop. We gaan kijken. Ik gebruik het tarot van het goede voor de grote kaarten. En de Everyday Witch Tarot voor de kleine. En de eerste kaart die ik voor je heb in het element aarde. Is de aas van water. Het element aarde gaat over de fysieke wereld. Het kan gaan over werk, over geld. Het kan ook gaan over fysieke gezondheid. En het kan gaan over thuis. Misschien een plek waar je je thuis voelt. Veiligheid, stabiliteit. Maar ook over je directe gezinsleden. En je hebt daar de aas van water. Er is iets nieuws en dat nieuwe is belangrijk voor je. Je voelt daar veel voor. Je houdt ervan. Het spreekt je aan op je gevoel en het is belangrijk voor je. Mensen misschien die belangrijk voor je zijn. Dingen die belangrijk voor je zijn. Op het gebied van aarde. Op het gebied van thuis en stabiliteit. Misschien ook werk. Maar het element aarde spreekt momenteel aan op iets nieuws in je gevoel. In het element vuur heb je ook water. Het element vuur, dat is jouw element, gaat over inspiratie, motivatie, het gaat over creativiteit, maar ook over ontdekkingsreizen maken. En het hoeft niet per se een ontdekkingsreis te zijn als in, weet ik het wat, dat je in een keer naar Australië gaat en daar een ontdekkingsreis gaat maken. Het kan ook een innerlijke ontdekkingsreis zijn. Wat ik hier eigenlijk zit te denken, omdat je namelijk hier water hebt en je hebt hier water. En water gaat over je gevoel en je hebt hier de boodschappen van water. Er is iets nieuws wat komt op het gebied van je gevoel. Nieuwe gevoelens die aangewakkerd worden, nieuwe emoties die je leven inkomen. Maar er is een duidelijke boodschap, misschien nieuwe informatie, nieuwe dingen waarvan je het nog niet wist. Maar er komt iets nieuws. Zowel op het gebied van aarde als het gebied van vuur. Dan gaan we naar water. Daar heb je weer water. Water in het westen. Water gaat over je gevoel. Het gaat over emoties. Maar ook over sociale contacten. Relaties met anderen. Dingen waar je van houdt. Mensen waar je van houdt. En je hebt daar de zes van water. Het is een gevoel van nostalgie. En het is een gevoel van de lessen die je in het verleden hebt geleerd. Die je meeneemt naar de toekomst. Want het leven deelt lessen uit, toch? Ik bedoel, dat kunnen we allemaal wel toegeven. Het leven deelt lessen uit. En soms komt de les pas na de ervaring. Hè, dat je eerst een aantal ingrediënten in een tetrischaaltje gooit. En poef, huppakee. En dan denk je, ach crap. Alles zit onder de groene smurrie. En dan komt de les, hè? Maar je neemt lessen van het verleden mee.
naar de toekomst. Op het gebied van water, op het gebied van je gevoel. Nou, als deze ook water is, dan... oh, de ster, oké. Okay. In het gebied van lucht, in het oosten, heb je de ster. En de ster gaat over dromen en wensen. In je hoofd, in je gedachten, op het gebied van lucht, je gedachten, kennis, leren, een leerweg, begrip, heb je de ster. Misschien geven die nieuwe gevoelens wel aan en de lessen uit het verleden, dat je misschien dromen en wensen had en dat je ze nu gaat bijstellen. Dat je misschien andere verwachtingen had gehad, dat het niet is wat je wilde, dat het is tegengevallen, dat je nu denkt, maar ik ga nu voor iets wat mij ligt. Iets wat ik echt belangrijk vind. Iets wat echt bij me past. Bij mijn talenten misschien. Ik ga verduidelijken. Voor de aas van water heb je de koningin van zwaarden. Je hebt de zegenwagen en je hebt de page van pentagrammen. Dat nieuwe op het gebied van aarde, die aas van water, dat nieuwe gevoel. Dat gaat je vragen om keuzes te maken. Je hebt zowel je hebt zowel de koningin van zwaarden als de zegenwagen. This way, that way, staat er. Willen we deze kant op, willen we die kant op. Maar je maakt een keuze, er komt een keuze. Die keuze is gebaseerd op... Zowel de fysieke wereld speelt zich af in de fysieke wereld, maar is evengoed gebaseerd op je gevoel. Op een nieuw gevoel. Iets nieuws, een nieuwe... Misschien iets van een gut feeling. Maar iets spoort je aan om een beslissing te nemen. Iets spoort je aan om heel doelgericht te gaan werken. En dat kunnen jullie ook. Want jullie kunnen zeggen, we gaan op de Bonnefoy. Maar jullie kunnen ook heel doelgericht naar iets toe werken. En we hebben de page van pentagrammen. En daar gaan we toch weer dat doelgerichte gaan we op af. Deze page... Maakt een keuze. Wat wil ik gaan doen? Wat wil ik gaan leren? Wat wil ik... Hè, wat is nou belangrijk voor mij? Welke kant wil ik op? En die maakt een keuze en hij blijft bij die keuze. Ik zie een bepaalde doelgerichtheid. Ik zie een nieuw gevoel. Ik zie een beslissing en ik zie een doelgerichtheid. Dat is wat ik voor je zie. Tot nu toe. Oh, ongelukje. Dat was trouwens de aas van bekers. Komt weer terug. Hier heb je de aas van bekers. Hier heb je... Hij valt er toevallig uit. We gaan naar de boodschappen van water. De boodschappen van water. Wat wil die jou zeggen op het gebied van vuur? Van creativiteit. Inspiratie. Motivatie. Ontdekken. Misschien wel. De wereld. De zes van staven. En de koningin van bekers. De boodschappen van water brengt je wel degelijk iets nieuws. En hier komt toch weer die beetje die daredevil die je eigenlijk normaal gesproken bent. Want ik bedoel, je bent echt... Ja, daar zeg ik altijd. Boogschutters zijn voor de duivel niet bang. dat zijn jullie echt niet. Echt, als ik mezelf moet vergelijken, ik ben een stier, als ik mezelf moet vergelijken met een boogschutter, oh, Jezus Christus. Dat is echt een wereld van verschil. Echt waar, geloof me. Dus daarom noem ik jullie daredevils. geen jakhalzen, dat is weer totaal iets anders. Maar jullie hebben lef, man. Oh, jeetje. Ben ik soms echt jaloers op. maar je hebt hier de wereld. De boodschapper geeft aan dat je iets moet afsluiten. Dat je iets gewoon moet laten meewaaien in de wind. Laat maar gaan. Het is nu niet meer van mij. Het is niet meer mijn zorg. Laat maar gaan. Dat is het eerste. Maar die zegt ook dat je op jezelf moet vertrouwen. Dat je overwinning kunt boeken door het wagen van kansen. En als iemand daar goed in is, boogschutter, dan ben jij het. Dat weet ik zeker. Dat is gewoon zo. Jullie zijn gewoon steengoed
met het wagen van kansen en het gewoon doen en jezelf niet laten tegenhouden door wat als of stel dat. Jullie kunnen dit gewoon. Dit is op je lijf geschreven. Echt waar. En dan heb je de koningin van bekers. De koningin van bekers is de koningin die creëert, geeft, zorgt vanuit haar gevoel. Alles vanuit haar eigen intuïtie, vanuit haar eigen gevoel. Volg dat gevoel in je. Als dat vuur in je begint te branden en je gevoel zegt, laten we dit doen, laat je dan niet tegenhouden. De boodschap kan niet duidelijker zijn. Je hebt doelgerichtheid, je hebt motivatie. En twee kaarten die je aangeven. Er is iets nieuws waar je naartoe moet. Er is een duidelijke boodschap. Er is iets waar je naartoe moet. Doelgerichtheid. Twee kaarten. Twee keer uitgelegd. Voor de zes van water. Koning van staven. Page van zwaarden. Tien van pentagrammen. Dit is jouw koning. Jouw koning voelt waar hij naartoe moet. Je ziet hem hier wijzen naar een wereldbol met die staf in zijn hand. Hij legt het ook uit aan degene die, aan zijn compagnon zou je kunnen zeggen. Die kat hier zou je kunnen zien als zijn compagnon. Maar hij geeft heel duidelijk aan waar hij naartoe wil, waar hij naartoe geleid wordt. Wat hij wil gaan bereiken, wat hij wil gaan doen. Hij gaat af op het vuur in zichzelf. Als het vuur hem ergens naartoe trekt, gaat hij er naartoe. Zo werkt hij. Zo is hij koning geworden. Hij is ook begonnen als page. Hij is ridder geworden. Hij is uiteindelijk koning geworden. Dat is hoe het werkt. Dat is hoe hij het sterkst is. Je hebt de page van, page van zwaarden. Je had, had jij nou net een andere page? Ja, page van pentagrammen. Bij die doelgerichtheid. Dit is vastbeslotenheid. Je hebt doelgerichtheid en vastbeslotenheid. Vastbeslotenheid wordt door je gevoel aangewakkerd. Dit is vastbeslotenheid. Vastbesloten zijn om iets nieuws te willen leren, een nieuwe weg in te slaan, dingen te gaan ontdekken. Wat ik al net al zei, ik zie dit als een soort ontdekkingsreis voor je. En deze page geeft het nog een keer aan. Niet alleen op het gebied van aarde, niet alleen op het gebied van vuur, maar ook op het gebied van water, je gevoel. En je hebt de 10 van pentagrammen. Ik had het net over lessen uit het leven. De lessen uit het leven leren ons iets. Ze helpen ons verder, ze maken ons sterker. Ze zorgen ervoor dat wij pentagrammen verzamelen. We winnen er één, we verliezen er één, we winnen er weer één, we verzamelen er nog één, we hebben er nog één, we verliezen er weer één. Dat zijn de lessen van het leven die zorgen dat wij bij 10 pentagrammen komen, dat wij compleet worden. Dat wij bij die compleetheid komen en dat we weten hoe het voelt. Waar je naartoe gaat. Die ontdekkingsreis, die doelgerichtheid die je hebt, brengt je naar je 10 van pentagrammen. De ster. Wat hebben we bij de ster in het element lucht? De dwaas. De 6 van zwaarden, 2 van bekers. Ik ga je vertellen dat welke weg je ook kiest of je deze weg kiest en dat je er naartoe gaat. Je gaat uitkomen naar hetgene wat je dichter bij jezelf brengt. Dichter bij je higher self, dichter bij het universum. We hebben de dwaas. De dwaas gaat een nieuw avontuur in. Zonder enige vrees. Dit komt goed, ik ga dit doen. Hell yeah. Deze kat zit hier een beetje achter haar verscholen. Ik weet niet of je hem duidelijk kunt zien. Die heeft er nog niet alle vertrouwen in. Maar
Zij wel. Ze vertrouwt op zichzelf, ze vertrouwt op wat ze kan. Ze vertrouwt op de lessen die ze in het verleden heeft geleerd. Ze neemt ze mee. Ze heeft een doel voor ogen. Ze weet wat haar dromen zijn, haar wensen zijn. Wat ze wil gaan bereiken. Die ster. En ze doet het. Sorry. Je hebt de zes van zwaarden. De zes van zwaarden is de tijd wanneer je het oude achter je laat. Het oude, rumoerige, oude gedachte, oude mindset. Je laat het achter je voor het nieuwe. Je slaat een nieuwe weg in. Heldere weg. Je hebt je zwaarden nog steeds bij, hè? Tuurlijk. Want dat zijn lessen. En het zijn gedachten. Natuurlijk. Maar je doet het wel. Je gaat er naartoe. Die doelgerichtheid komt weer terug. Nieuw avontuur. En ik weet waar ik heen wil. En ik weet wat ik achter me wil laten. En je hebt de twee van bekers. De twee van bekers is... het samenbrengen van het een en het ander. Van het logische en het gevoelsmatige. Van het praktische en het spirituele. Van jij en je higher self. Misschien jezelf en het universum. Misschien, het kan ook gaan over een relatie met iemand of iets wat bij je past. Maar het komt samen op een perfecte manier. En het gaat over je dromen en wensen, want je hebt hier de ster. Tot nu toe gaat je reading over niks anders dan pure doelgerichtheid. Echt, je bent zo on track. En als je naar je gevoel luistert, als je naar dat vuur in je luistert, dan kan het niet misgaan. Je koning is hier om het je te vertellen. Je advies. Zes van vuur. Vier van water. Schildknaap van water. De zes van vuur. Je had hem net ook al. Six of Wands. Zes van staven. De zes van vuur, zes van staven. Het bereiken van een overwinning door kansen te wagen. Wat ik al zei, niemand is daar beter in dan jij. Boogschutters zijn daarvoor gemaakt. Het zit in je bloed, het zit in je DNA, het zit in je spirituele bloed. Ik weet niet of wij spiritueel gezien bloed hebben, maar je snapt wat ik bedoel. Het zit in je. Overwinning boeken door het wagen van kansen. Kansen zien, kansen benutten, talenten benutten. Of misschien is dat wel gewoon je talent. Kansen zien en die kansen benutten. Wat ik al zeg, ik wou dat ik jullie lef had. Van een boogschutter, echt waar. Ik doe altijd roekeloze dingen, hè, als het boogschutterseizoen is. Als het december is en de boogschutter, eind november, als de boogschutters weer jarig zijn, doe ik altijd roekeloze dingen. Altijd. Ik heb een plan voor mijn YouTube-kanaal gekregen. Ik ben het zomaar gaan doen. Toen de boogschutters jarig waren. Ik heb ooit een keer mijn hele kamer veranderd. Zomaar. Een heel ander bureau. Heel andere dingen. Gewoon tijdens boogschutter. En als het weer begint. Als het dan eind november is. En de boogschutters zijn weer jarig. Dan denk ik. Oh holy crap. Daar gaan we weer. Sophie, koppen bijhouden. Geen rare dingen doen. Denk overal goed over na. Ik kan het niet altijd tegenhouden. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ik doe altijd rare dingen. Als boogschutterseizoen is. Dat ik denk van. Ja, maar dat doe ik toch nooit. Maar jullie kunnen dit. Dit is jullie talent. Echt waar, dit is je talent. We hebben de vier van water. Mogelijkheden zien. Nieuwe mogelijkheden die je aan worden geboden. Je hebt hier 1, 2, 3 parels die zij verbruikt heeft. Die misschien tegengevallen zijn. Die niet waren wat ze wilde. En ze heeft in haar hand een gloednieuwe parel die groter en mooier is dan die andere drie parels. Wat wil zeggen... ze ziet de mogelijkheden. Ze heeft de mogelijkheden in haar hand. Het enige wat ze hoeft te doen is benutten. En dan heb je de schildknaap van water. De schildknaap van water is je gevoel laten spreken. De schildknaap van water wordt ergens naartoe getrokken. Die krijgt intuïtie. Die voelt
waar die naartoe moet en die gaat er ook naartoe. Dus vertrouw op je intuïtie. Ik hou hiervan. Dit is mooi. Dit is jou op je lijf geschreven. Punt. Welke ontdekkingstocht je ook gaat maken. Of dit nu gaat over thuis of over werk. Of over spirituele ontwikkeling. Wat het ook is. De ontdekkingsreis die je gaat maken is op je lijf geschreven. Hij is voor jou bedoeld. Hij is op je lijf geschreven. Echt waar. Dit gaat de ontdekkingsreis worden waarin je echt gebruik kunt maken van je talenten. Laatste kaart. En dat is When My Soul Whispered Oracle Deck. Ze doen er even over. Love. Liefde. Liefde komt uit je hart. Hartchakra. Hartchakra, gevoel. Volg je gevoel. Je hebt zoveel waterkaarten. Echt zoveel waterkaarten. Hoeveel hebben we er in je reading? Als in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Zeven waterkaarten in één reading. Vertrouw op je gevoel. Vertrouw op je hartchakra. Ga met je intuïtie mee. Dit is de kaart die je het vertelt. Doe de dingen waar je van houdt. Met de mensen waar je van houdt. Ga naar plekken waar je van houdt. En hou ook vooral van jezelf. Dat wil ik even toevoegen. Maar hou ook vooral van jezelf. Maar volg je intuïtie. Volg je hart. Echt waar. Alles komt hier overheen. De reis van je leven. Oké. Lieve boogschutter. Dankjewel voor het kijken. Ik wens je een hele fijne maand februari. Laat me weten wat hiervan komt. Ik ben eigenlijk hartstikke nieuwsgierig. Hele fijne maand januari. Dankjewel. En ik hoop tot ziens. Doei.